Instructeur Johnny, mag ik jou heel eventjes op de weekvlog? Dat je toch nog even spreekt. Je deed het goed ook voor een beginner. Ik vind het iets voor jou ook. Okay. Nee. Ik ben zenuwachtig. Ja, ik ben heel zenuwachtig. Dit is volgens mij voor het eerst dat ik nu zo klaar zit te maken. Daar! Oh, ik heb echt een heerlijk bad voor mezelf. Oh, daar hebben we ons Anouki. Hallo, lieve schat. Hallo. Wat erg. Ik heb ook een soort van maatpaal gehaald. Ja, tuurlijk. Hallo. Ik dacht, weet je. Bandje opgehaald en mijn enkelband van de High Rocks. Ik wist dus niet dat je een enkelband omkraam. Maar hiermee kunnen ze dus dingen tracken. Het is 7:55. Ik ben onderweg naar Blaricum. Want vandaag een hele dag podcastopname. We hebben om 9:00 gaan we beginnen. Nou, als het goed is kom ik om 8:30 aan. Maar goed, dat weet je nooit. En we hebben vandaag 3 gasten. Hele leuk. Allemaal Kamp van Koningsbrugge. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om daarover te praten. Nee, maar ik ken deze 3 ook persoonlijk. Met Anouk. Die doet nu mee met het nieuwe seizoen van Kamp. Met instructeur Johnny. Ook voor Kamp. En Meerte. Zeg maar, die kwam van mijn seizoen. En mega zin in. Ik moet wel even wakker worden. Ik ben zo moe. En ik werd dus vanmorgen wakker met hoofdpijn. Ik heb nog steeds erg mega erg hoofdpijn. En ik ben natuurlijk Goed een week ben ik echt wel ziek. Als in ik verkoud. Het is nu de laatste dag iets minder. Maar mijn holte zit helemaal vol. En mijn longen zitten ook nog steeds vol met slijm. Dus ja, heel goor. Maar als ik ook weer wakker word, dan hoest ik eerst echt bakken met slijm op. En gewoon echt te goor worden. Maar ik heb nu ook dat ik als ik hier druk, doet het pijn. Overmorgen is de High Rocks. Ik ga zo even de dokter bellen of ze een of ander paardenmiddel hebben dat ik van mijn moeder die vanmiddag kan ophalen. Want ik ben er de hele dag, ben ik niet thuis. Want vanavond ga ik nog kijken bij de Elite High Rocks. Zeg maar echt de top, volgens mij de allerbeste. Die gaan vanavond tegen elkaar strijden. In Amsterdam. Dus daar wil ik ook naartoe. Het is een hele lange dag. Dus ik hoop dat mijn moeder even die antibiotica kan ophalen vanavond. Vandaag. Kan ik in ieder geval even beginnen met die kuur. En dan hoop ik dat het gewoon zaterdag minder is. Even behind the scenes wil filmen van mij voor de weekvlog. Ik denk, iedereen die dit kijkt, is jou dankbaar. Ik hoor ze schreeuwen in het scherm. Sam, doe het voor jullie. Doe het voor de kijkers. Ja, bedankt Sanne eventjes voor deze geweldige behind the scenes. Hebben we Matthijs, wil ik ook even bedanken dat jij hier zit vandaag. Ja, geen probleem. Tuurlijk. Ik heb van betaald dus. Oh, nou goed. jij doet wel vrijwilligerswerk volgens mij? Of, Ja, ik ben niet vrijwillig, omdat ik jou heel erg mag. Ja, ja. Dit zit. Is een fan. Maar wil je mij niet bedanken? Ik wil jou nu net bedanken. Bedankt. Oh. Voor? Gewoon. Dat voor. Ik ben, hè? Dat ik er ben. Dat jij er bent. Ja. Dat jij even mag zijn. Kom je er lekker bij zitten, liefie? Ik zit daar nooit. Nee, maar je zit er nooit bij. Ja. Ik wil best daar gaan zitten als je het wil. Gewoon ook gewoon gezellig aan de overkant. Ja, gezellig. Helemaal leuk. Oh, daar hebben we ons Anouki. Hallo, lieve schat. Hallo. Daar is zij hoor. We gaan lekker filmen, podcast opnemen. Helemaal zin in. Eindelijk in gesprek met iemand die ook kamp heeft gedaan. Die ook een vrouw is. Die ook gewoon het tot nu toe al heel ver heeft gebracht. Dus ik ben very benieuwd natuurlijk. En ik vind het gewoon waanzinnig leuk om over kamp te praten. Ik kan hier echt, jij dat ook? Ik kan er uren over praten. Helemaal. Er gebeurt zoveel. Ja. Toch? Ik heb dat ook. Ja, en ik vind het ook heel leuk om te horen hoe jullie het ervaren. Of mensen die het programma normaal niet kijken. En wel. Ja. Ja. Echt, ik loef het. Ik kan er zo echt geweldig lang over praten. Helemaal met jou. Nog steeds? Ja, nog steeds. Oh, dat het echt al een jaar geleden is. Maar er is gewoon zoveel gebeurd. Jij hebt ook een ervaring dat je over een paar maanden denk ik, wow. Wat heb je dus nu pas, volgens mij zag ik dat laatst in de vlog van je, dat je nu pas voor je gevoel je lessen eruit hebt gehaald? Ja, klopt, want al die tijd leef je zo in een rush. Zit. Je hebt het ook gewoon, dan heb je de opnames gehad en dan op de vele komt heel veel op je af. En dan is het een keer van, dat had ik in ieder geval heel erg. Ja. Ja, vind jij jullie aardig in deze zin? Ik vind jullie als het kan, maar ik kan je niet meer helpen. Je moet het zelf doen. Oh, dat helpt wel heel erg. Yes. Kom, je doet nog even bij me lopen. Oh. En die vroeg, volgens mij op dat moment, wat zou Tim zeggen? Wat zou die vrienden zeggen? En die eet hem nu. Dora, daar baal ik nu als ik het zeg. Ja, nu vind ik het wel een beetje gegeven, want baal ik daar wel voor. Echt de max. Dat is dus nu. Ja, dat is net. Nu moet het gebeuren. En toen ging het toch ook wel weer wat aan. En dan kan je opeens wel weer ook een soort van, die hebben we al gehaald. Ja, tuurlijk. Hallo. Oh, weet je.
bizar. Dan dus bij, tijdens de opleiding heb jij een grens bereikt waar je gewoon daarna ben jij op uitzending geweest. Ja. Maar, en ook privé heb je natuurlijk heel veel dingen maak je mee waar je kan zeggen van ja, dit is wel beter gegaan. Zo jong. Ja. En dat is heel gek gegaan natuurlijk. Ik ben dropout. Nogmaals, zo ervaar ik het. Ja, instructeur Jordi, mag ik jou heel eventjes op de weekvlog? Nou, je toch nog even spreekt. We hebben net weer een podcast opgenomen, tot het uiterste, met instructeur Jordi, mijn grote vriend. Niet zo'n grote vriend tijdens de afmatting, maar... Dat was heel leuk. Ja, je deed het goed ook voor een beginner. Nee, je deed het echt heel goed. Dat vond ik wel heel grappig. Jesus Christ. Just talk. Ik weet nog toen ik het veld opliep naar spelen. Ik weet dus niet. Ik vind het nog steeds raar. Maar dus uiteindelijk toen ik daar stond, toen was het ook echt zo gek. Toen liep ik naar het veld op en dan heb je dus gewoon letterlijk zo'n gevoel. Oh, lieve mensen, het is nu. Hoe laat is het? 5:15. Ik moet. Een kwartier begint de High Rocks Elite. En daar gaan we zo meteen kijken. Kut, ik kan al net beginnen niet zien. Daar bouw ik wel van. Met Daan gaan we daarbij kijken. Ik heb daar zoveel zin in. En dat is mijn eerste High Rocks die ik ooit in mijn leven ga zien in het echt. Ook überhaupt een hele. Ik heb al ooit een hele High Rocks gekeken online. Ik zie al hele korte fragmentjes en zo. Maar ik heb er echt zin in. Oh. En we zijn nu net klaar met de podcastopnames. Dat is echt heel erg leuk. En Meert is net weg. En oh, wat een schat is dat ook. Oh, geweldig. Het worden allemaal echt hele leuke afleveringen. Allemaal weer heel anders. En allemaal heel erg vol ook met wijze lessen. Ik vind dat mooi. Ik vind het heel leuk om in deze podcast gewoon lessen, levenslessen voor mensen over te brengen eigenlijk. En dat kan dus door middel van hele concrete verhalen van mensen. Dus dat vind ik juist heel erg... Ik vind het zelf althans heel erg inspirerend. Ik merk zo erg... Ik heb dus waarschijnlijk... Heb ik het al gezegd? Een voorhoofdholte of een bijholteontsteking. Ik weet het niet. Ik heb de dokter al gebeld. Dat heb ik volgens mij wel vanmorgen gezegd. Maar echt de pijn, joh. Ik heb al 6 paracetamol op vandaag. Ik heb nog even geslapen in de tussentijd. Ik heb echt gewoon, het doet pijn. En ik heel, het is echt heel gor, maar echt dat groene snot. Ja, dan is het meestal een teken dat je echt ziek bent eigenlijk. Of althans een holteontsteking hebt. Ik ben al de hele week ziek geweest natuurlijk. Zo, dus morgen naar de dokter. Maar ik hoop gewoon echt dat ik die High Rocks alsnog mee kan doen. Als dat niet het geval is, ga ik echt janken. Want zo naartoe geleefd al. Als je dan les binnen niet door. Oh, dat zou ik heel erg vinden. Maar dan heb ik wel weer even een half jaar om echt te trainen op het rennen. Want het rennen, daar knijp ik hem zo hard voor. Al die mensen die zo keihard kunnen rennen en dan kom ik. Ja, ik kan wel hard rennen, maar mij kost het gewoon iets meer, veel meer moeite dan andere mensen. Dus daar is een beetje jammer. Anyhow, ik ga even doorrijden naar Amsterdam nu. En dan ik zo meteen lekker in die High Rocks vlog. Oh, wat heb ik daar zin in. Ludo Sanders of all people. Jezus, Mina. Yeah. Ja, oh fijn dat je me toch even erover belde. Maar hij liep ook echt als Ludo. Ja, maar Ludo is gewoon helemaal gaan leven naar zijn karakter. Ja. Hoe heet hij? Erik Vogel. Ja. Nee, maar... Ik ken Erik Vogel wel. Ja, maar dit... Goed, dat wil ik met je delen. Nee, fijn. Als je nog meer GTST-acteurs ziet van vroeger, echt let me know hoor. Ja. En foto's. Ik moet foto's zien. Is goed. Oké. Dank je. Doei. Nee, we zagen dus net, ik ga helemaal stuk. Naast ons, in het gebouw naast ons, waren ze opnames voor Goede Tijden aan het doen. Maar ik kijk al echt forever geen Goede Tijden meer. Maar we zagen eerst Bing voorbij, ik weet Everon Hooy en zo. Die zag al eerst voorbij, dus we waren allemaal Bing, helemaal fancurlen. Toen gingen we helemaal back in, hoe zeg je dat, terug in de tijd. Met Goede Tijden mensen, gewoon er komen zoveel... Unlocked memories naar boven. Lorena en Charlie. En weet ik gewoon. Toen Goede Tijden in mijn ogen echt een hit was. Toen iedereen het keek. Ja, toen keek ik het. Was ik fan. En nu zag je in één keer ook Bing en Nina. En nou, we zaten helemaal. Ah, dit is Nina. En dat was zo. Ik ga stuk. En dit zijn wel eens Ludo Sanders, zag ik lopen. En nu zagen ze hem weer. Dus Resli ook net. Sorry, was hier echt helemaal aan het
Wat zijn jullie ineens voor groepjes? We zien natuurlijk heel vaak gewoon bekende mensen, maar gewoon Ludo Sanders, hits different. Het is gewoon, dat is anders. Ja, het is een beetje het vibeje, ja, dat mag je ondertussen ook niet meer zeggen, Beyoncé, want die wordt binnenkort denk ik ook gecanceld. Maar Beyoncé en Ludo Sanders kan je in één zin noemen. Oh, wat zeg ik? Nee, grapje, dat kan niet. Maar nou, het is gewoon geinig. Anyhow, goede tijden werden opgenomen en ik ben helemaal fan. Ik ga het niet meer kijken. Nee, ik heb goede tijden letterlijk, ik denk, sinds dat ik 12 ben, niet meer gezien. 13, 14, zoiets denk ik, maar nee. It was fun. Oh, jongens, we zijn er. Oh my god. Ja. Ik vind het echt impressive hoor. Ik doe vandaag even een rustig dagje. Ik ben vanmorgen weer naar de dokter gegaan. Die zou ik, dat is waarschijnlijk een bijhoofd. Ja, het is een bijhoofdontsteking wat ik heb. Dus ik heb echt nu net bij de apotheek van alles gehaald. En nu al bij Holland & Barrett en bij Kruidvat. Ik heb echt van alles gehaald. Vitamine C, magnesium voor een bad, vogelweerstand. En dan ook zo'n dit. Maar zo'n spoel. Dit, mijn hols even worden gespoeld met zout. Dus dat ga ik even doen. Stoomdruppels. Kan je dit ook in bad doen of niet? Of is dat heel veel soorten neuspray gehaald? Dus ik ga zo even lekker in bad. Ik ben ook lang gewandeld door de duinen. En nu ben ik even mijn tas aan het klaarmaken voor morgen. Ik had dus een fitje klaar van mijn protein iets ontvangen. Maar die zit toch even niet helemaal lekker. Zit een beetje strak. Wacht, ik ga gewoon in zwart. Want al die elite waren ook in zwart. Dus ik doe alsof ik een elite ben. En ik ga ook gewoon helemaal in zwart. Dus ik heb dit korte zwarte broekje van mijn protein. En gewoon deze top met gekruiste rug. Hadden de elite namelijk ook. En ik heb dit shirt gisteren binnengekregen van mijn protein. Die vind ik wel echt heel erg leuk. Ook zwart. De achterkant is een teken. Ik vond het helemaal leuk. Want ook gisteren bij de Hyrox zie je zeg maar op die sponsorbeelden daaronder. Allemaal van die doeken. De hekken. Zie je af en toe mijn protein er tussen staan. Ik dacht, oh, ik ben zo trots. Dat is mijn merk. Vind ik leuk. Ja, ik was helemaal trots. Mijn protein. Ja, oh god. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Maar ik denk dat ik, als ik morgen wakker word, ook echt gewoon het niet meer aan kan van de zenuwen. Ik ga even mijn nagels lakken. Ik ga ze in het donkerblauw doen. Want Daan heeft ook de nagels gedaan. En die heeft het ook donkerblauw. En ik denk, nou, dat is wel leuk. Ik ga het ook even lakken. Ik ga mezelf nog even epileren. Maskertje, haarmaskertje. Lekker gemberthee. En dan even mijn holte spoelen. En heel veel drinken. Heel veel eiwitten. En heel gewoon lekker eten. Ook even wat. Ik moet even wat meer eten vandaag trouwens. En ik heb dus voor morgen ook allemaal dingen gehaald. Wacht, ik wil even laten zien. Hier heb ik, hydratatie dingetjes. Ik weet niet, ik heb het nog nooit genomen. Maar carb mix, vitamine C en isotonic. Dus inderdaad voor dure sport. Heb ik ook alvast mijn bandje opgehaald en mijn enkelband van de Hyrox. Ik wist dus niet dat je een enkelband omkraam. Maar hiermee kunnen ze dus dingen tracken als je genoeg rondes loopt. En als je over de sleep push, hebben ze ook een dingetje. Ik heb bananenbak meenemen. Ik heb echt overal neuspray. Dus echt, ik ga ademen morgen. Daar zeg je u tegen. Dan heb ik hier ook nog dextro. Qua eten en drinken, ja. Gewoon vandaag sowieso heel veel drinken en magnesium en zo nemen. Ja, ik ben echt aan het drogeren. Ik heb zoveel pillen. Weet je wel, ligt het gewoon niet aan mijn voorbereiding. Daar heb ik alles aan gedaan, weet je wel. Geen kramp, ik wil gewoon morgen echt goed voelen. Ik heb zelfs een extra set bij me. Mocht er, ja, je weet niet, mocht er iets gebeuren, dan heb ik nog een extra setje. Ik vind dit namelijk ook een heel leuk setje om aan te trekken. Dan val je wel lekker op in blauw. Misschien ook morgen toch alsnog les midden denk, ik ga voor blauw. Deo bij me, paracetamol, lipdingetjes, neusspray. Ja, ik heb heel veel bij me, maar dit is gewoon mijn sporttas en hier zit de stand. Deze hoort het. Standaard dingen in eigenlijk. Ja, zo. Dan even denken. Deze trui wil ik ook aan morgen. Ik kan niet wachten tot ik mijn kasten kan opruimen, jongens. Ik word hier zo moe van. Maar ik kom gewoon door alle druk. Ben ik aan heel veel dingen nog niet toegekomen. Dus thuis is gewoon, ik zei het laatst ook al, gewoon nog niet lekker af. Alright. Dan morgen ga ik me thuis opmaken. Mijn cuptas neem ik mee. Ook extra borstel mee. En haarlak laat ik ook vast haarlak erin doen. Ik ga voor een hele strakke staart, I guess.
Mijn horloge wordt opgeladen. Ik moet mijn ring even opladen. Ik ben dus deze oplader even kwijt in de verhuizing. Oh, ik heb echt een heerlijk bad voor mezelf. Ik heb hier gemberthee, rozemarijn voor mijn haar, een lekkere baked cookie. Stoomdruppels moet ik even kijken, want die mag jij niet in bad doen, dus die maar beter niet. Hier een Clear Whey met creatine. Zo'n massage ding, even hierbij. Lekker filmpje kijken op mijn telefoon als die blijft staan. Of is het meer voor je lekker? Ik heb heerlijk in bad gezeten en ik ben nu heel even aan het koken. Achter mij heb ik even de tv omgedraaid en ik ga even Hyrox Double kijken. Die is van Malaga, dus het is ook Spaans, maar goed weet. Zo, ik heb hier een gezonde kapsalon voor de Hyrox. Lekker. En proppers. Wat een triest programma, maar heerlijk om even je hersenen uit te zetten. Zo, ik zit even al mijn eten en drinken, wat ik meeneem, allemaal even in mijn tas te doen. Ik voel me net een drogisterij. Danielle belde net, die is er al, want haar zus gaat zo meteen starten om 8:30. Het is nu 7:30. Dus ik pak even al mijn spulletjes in. Dus zei wel, ik wacht even op Denise met al die poedertjes en die pilletjes. Ja, echt mijn pre-workout. Oh, die heb ik zo erg nodig. Althans, ja, ik ga goed op pre-workout. Nog wat creatine. Electrolyte. Oh, een shitload aan neusspray. Ik heb echt in elke tas heb ik neusspray zitten. Dextro. Ja, ik zag dus gisteren ineens in de reglementen dat je helemaal geen dextro, of je mag niet vanuit het publiek eten of drinken aannemen. Dus ik heb gisteren echt nog zoveel dingen zitten bekijken en doen. Dus het voelt alsof ik hem ooit al een keer heb gedaan, zeg maar. Oh maar goed, de enkelband en deze mag ik niet vergeten. Ik doe ze vast in de tas. Ik heb niet vergeten. Wat gezouten amandelen, 2 flessen water, bananen. Ja, ik laat echt niks aan het toeval over vandaag. Okay, deze ga ik pas bij de voordeur zetten, dan ga ik douchen en dan moet ik al mijn haar in zo'n strakke staart. Er zit zoveel haarlak in, dus dit gaat niet meer verplaatsen. Ik moet opschieten. Is het raar dat ik make-up op doe? Bedenk ik me nu ineens. Ik word gefilmd, dus dat is dan een make-up op. Oh, dit is volgens mij voor het eerst dat ik nu zo klaar zit te maken. Ik heb een kort broekje aan, maar die is eigenlijk gewoon veel te groot. Wel veel, hij is gewoon te groot, maar ik wil gewoon helemaal zwart. Ik heb een beetje een dilemma. Oké, ik ben nu op Danny aan het wachten. Oh, ik begin zenuwachtig te worden. Het is nu 8:30. Oh, dat is hard. Oh. Hi Dan, leuk dat je er bent. Goedemorgen. Zo onaardig. Oh, ik word weer gefilmd. Ik moest zo lachen gisteren. Ik moet nog aan het werk vandaag of? Nee, ik heb een lekker dagje vrij, lieverd. Ja, fijn. Ja, hij staat er uit de auto. Wat? Oh nee, sorry. Ja. Wat? Nee, laat maar. Rij ik of rij jij? Ja, ik ben helemaal... Woe! Ja, dankjewel. Eén korte stop hier. Nee! Oh, wat dan? Oh, je moet sigaretten. Ja. Oh, die vind ik helemaal niet fijn. Oh! Ik ben zo terug. Nou, rennen. Huppatee. Snel. Ja, ik ga. Ach. Oh. Wat gerook ook de hele dag. Zie je, dit is voor niemand leuk. Ik ga maar make-up, die zijn helemaal ready. Ik had nog een soort van een poking over naar de auto, maar goed. Ja, het is gewoon nu melk met havermout en proteïnepoeder. Oh, godverdamme. Een blikje fris, die wat grappig. Ja,
Wat? Blikje fris die? Het is echt niet zo lekker. Oh. Het blik is het lekker. Ja, ik heb hem helemaal niet ontbeten nog. Jo. Ja. Nou, ik heb iets echt maar... Erg. Vind jij alles... Ik moet even wat... Ja, ik zet alles klaar. Een standje midget. Ik kwam laatst mensen... Of nee, dat was bij die Hairbox laatst. Gisteren. Werd ik herkend. Je hebt niks gezegd over mijn pak. Dat dacht ik wel, maar ik was even met mijn hoofd druk. Maar ik dacht wel een leuk pak. Ja, even met mezelf. Ja. Hoor, it's now about me vandaag. Oh, alleen vandaag. Ja. Dat mag wel een keer. Nee, maar, daar geef ik je helemaal een punt. Maar, even licht. Om mijn verhaal af te maken. Er zei iemand van... Ik ga weer rijden, gaat vallen. Oh, ja. Je heeft geen tripodje. Ja, ben ik even vergeten. Nou, andere dingen. Alle hectiek. Ja. Waar moeten we naar heen? Nou, gewoon naar de rij. Ja. Gewoon naar de A44. Maar, weet je wat die mensen tegen me zeiden? Oh, dat gore kuchje. Ja. Zat de stoelverwarming aan? Ja. Jij gaat meteen van tet, maar ik moet even... Oh, jij moet even landen, hè? Ja, ja ik wil meteen... Jij bent meteen... Ik vind het voor jou ook. Jij nee. bent zenuwachtig. Ja, ik ben heel zenuwachtig. Zat de stuurverwarming ook alles aan? Alles staat aan, ja. God, voor alles uit. Helemaal zweet. Oh, wacht, het beslaat. Het beslaat helemaal niks. Ja, weet je... ik heb niet eens koffie op, hè? Ik ook niet. Oh. Ik hoop dat dat ergens te krijgen is. Ja, er is daar... Hallo, Red Bull is de hoofdsponsor. Ja, dat is geen koffie. Nee, ja. Maar het zal allemaal woke zijn met... vegan. Nee hoor. Nee. Met de fruttenslampot. Nee hoor, ik heb daar ook gewoon een burgertje weggetikt. Oh, vet lijk. Ja? Ja. Maar, er zijn dus die mensen die me herkenden, ik heb het heel vaker gehoord, wat ben jij klein in het echt? Ik ben toch helemaal niet heel klein? Ik ben gewoon 1,70, gewoon gemiddelde lengte. Zo kakker, ik ben toch helemaal heel klein? Ik was ontzettend! Ah. Maar terwijl dat ik het zei, was ik even havermout aan mijn kiezen aan het doen, dus misschien kwam het een beetje kakker eruit. Wat hoorde ik nou? Oh, de gat van wat goor ook dit. Film dat alsjeblieft ook even, zo je dit zit te eten. Zo'n classy meid van jou. Heel lekker gewoon gebleven. Ja. Het is echt geen overnight oats, het is gewoon melk. Ja. Met havermout. Het is echt niet een natje. Nee, dat is ook. Maar ja, ik heb gelezen dat je havermout moet eten, dus ik zit het nu weg te tikken, maar ik vind het goor. Ja, klein ben jij klein, ja. Nee. Dat weet ik niet, voor mij ben jij klein. Ja, maar goed, jij bent ook bijna 2 meter. Ja, maar 1,70 is toch echt meest normaal. Ik heb echt normale maten. Ik heb mijn schoenmaat 39, lengte 1,70. Meest standaard, toch? Maar haute couture model zou je nooit kunnen worden. Dus die droom kan je laten varen. Ja, dit vind ik wel jammer. Ik weet niet of dat nog op je wish is. Nou, zeker. Ja, er is niks wat ik niet kan. Dus dit vind ik jammer. Nee, maar ja, ik ben nog wel klein. Ja. Weet het niet. Al, als ik soms ook bekenden zie in het echt, dan denk ik ook vaak van, oh, die is klein in het echt wel. Ja. Ik krijg meestal toch, oh, je bent het echt wel slanker. Ik ben nog slanker. Maar hoe is het met je? Nou, goed. Ja. Behalve dat ik hier dus helemaal in full glam zit. Opgederkt. Ja. Fucking 8 uur 's morgens op zaterdag. Mijn enige vrije ochtend. Ja, liever. Nou. Maar je 2 beste vriendinnen gaan strijden. Ja. Al moet het om 4 uur 's nachts. Jij bent daar. Ik ben daar. Ja. Nooit een dag vrij. Nee, ja, never not working. Er is ook weer een kans op... ik zie het ook als een soort speeddaten. Precies. Dat loopt allemaal... Er loopt daar mooi volk, hoor. Nou, dus we zitten allemaal op dezelfde lijn. Ik heb natuurlijk vorig jaar meegedaan. Dat ging heel goed. Ja, oh ja. En je merkt gewoon dat je dan echt... Ja. Dat je dezelfde ambities hebt. Oh ja, 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 lekker in shape. Dat is ook wel een beetje een relatie, toch? Dat je iets op hetzelfde niveau zit. Oh my god. Weet je wat trouwens grappig was? Ik was met Daan donderdag naar die elite. Maar Daan die zei ook, je moet eens kijken, op dit soort wedstrijden lopen eigenlijk alleen maar mooie mensen. Het zijn allemaal mensen die bezig zijn met fitness en met gewoon daar goed uitzien. Ja. Dus ik keek om me heen en echt iedereen was knap. Wij zijn bij... geestelijke camera. Nee, deze is top. Nee, helemaal niet. Nou, praat voor jezelf. Ik sta er prima op, hoor. Wacht maar in de edit. Nou, Dan, als je dit ziet, wees maar blij met de dedication, want ik word aangekeken, dat wil jij niet weten. Zo lief. Oké, ik ga weer door met editen.
Allemaal support! Kom op jullie! Woo!